Feest in Doetinchem en verdriet in Nijmegen. De Graafschap kan de Eredivisie nog halen, maar NEC speelt volgend jaar weer Jupiler League. Goedenavond. Lelystad is een excuusluchthaven voor de groei van Schiphol. Dat zeggen actievoerders tegen Lelystad Airport. Schiphol kan straks duizenden vluchten meer inplannen. De opening van Lelystad creëert de ruimte voor veel meer groei op Schiphol. En dus ik zeg tegen mijn vriendin, zitten de papegaaien binnen? Nee, binnen is leeg. Ik zeg nou, buiten is het ook leeg. Wie heeft de geelvleugelaras van dierenpark De Paai in Beest gestolen? Het zijn kostbare dieren en de eigenaren vinden het vreselijk dat ze weg zijn. De Graafschap wint van Telstar en maakt nog volop kans op promotie. NEC wint ook van Emmen, maar speelt volgend jaar opnieuw in de Jupiler League. En de teleurstelling in Nijmegen is enorm, want met rust was het 4-1. En het leek niet onmogelijk om ook in de tweede helft nog te scoren. Twee waren er nog nodig, maar helaas, die doelpunten die bleven uit. En de droom viel in duigen. Het is gewoon een hele klote wedstrijd. Nee, geen klote wedstrijd. Ze hebben goed gevoetbald, maar voor de rest... Ja, wel goed gevoetbald, zeg je. Wel goed gevoetbald, ja. Eerste helft zat er van alles in, maar tweede helft zat er niet meer in. Wat vind je ervan? Ja, zonde. Volgend jaar beter. Dus de meeste mensen kopen geen seizoenskaart meer, maar we gaan gewoon door. Helaas, we gaan mooi naar huis toe. Het is over. Het is niet gelukt? Het is niet gelukt. Ja, ze hebben ervoor gevochten, maar niet geslaagd. Wat vindt u ervan? Pech, jammer. Ja, helaas. Heel teleurgesteld? Ja, wat denk je? Absoluut. Ja, lullig, kloten. Letterlijk en figuurlijk. Ja, het is gewoon schandalig. Want het ging zo goed in de eerste helft. Ja. 2-10 minuten en daarna was het over. We gaan naar Nijmegen, want bij het stadion is voor ons Marlijn Deurlo. Ja, Marlijn, hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer is om te noemen wat grimmig aan het worden. Zelfs zo grimmig dat het voor ons niet meer veilig is met camera om voor de deur van het stadion te filmen. En dat terwijl het aan het begin van de middag nog best wel de stemming er goed in zat. Want het ging zo goed, gelijk al 4-1 in de eerste helft. De ene doelpunt na de andere die viel. En in de pauze waren de supporters heel goed gestemd. Hè? Er waren er nog maar 2 nodig. En dat moest toch lukken met dit tempo. Alleen het mocht niet baten, want de tweede helft was een stuk minder, om het zomaar te noemen. Er werd niet meer gescoord en dat betekent dat NEC volgend jaar weer in de Jupiler League moet spelen. Marlijn Deurlo, dankjewel in Nijmegen. Ja, de Graafschap die maakt dus nog wel kans op promotie naar de Eredivisie. Ze speelden vanmiddag een razendspannende wedstrijd tegen Telstar. De Doetinchemmers moesten een 3-2 achterstand goedmaken en dat lukte. En hoe? In een zinderende wedstrijd scoorde de Graafschap maar liefst 4 keer en versloeg zo Telstar. De Graafschap gaat nu door naar de finale van de play-offs om een plaatsje in de Eredivisie. De Graafschap speelde voor 11.000 toeschouwers een sterke wedstrijd, vooral voor rust. Toen Telstar na rust terugkwam tot 2-1 werd het toch nog spannend, maar de Graafschap bleef scoren. Enorme spanning, ja. Dat kun je hier altijd verwachten in zo'n volle bak vandaag. Nee, het was echt een hele mooie wedstrijd. Geweldig, geweldig. Altijd spanning, altijd sensatie bij de Graafschap. Tot de laatste minuut. Altijd. Had u er nog geloof in toen Telstar terugkwam? Nee, maar toen Telstar terugkwam dacht ik van nou, 1 doepetje. Ik zag Henk al alleen maar aanvallers klaar laten lopen. Ik denk nou, dan komt het wel goed. Als Henk gaat verdedigen, dan komt het niet goed, maar als hij aanvalt, prima. Henk, wat een geweldige voetbalmiddag die voor jullie positief eindigt in een finale. Maar wat hebben de mensen genoten? En jij ook volgens mij? Ja, hier geniet ik wel van. Ik geniet ook van mijn mensen aan de kant. Dat is, is geweldig, geweldig. Is het terecht over 2 wedstrijden, vind jij? Ik denk dat we de eerste wedstrijd moeilijk hebben gehad, vooral de eerste helft. Toen zijn we in de tweede helft goed teruggekomen. Maar ik denk dat we vandaag verdiend gewonnen hebben en verdiend doorzetten. Wat voor rol speelt het publiek daarbij? Ja, een grote rol. Je zag hoe ze achter ons stonden. Je hoort het in het veld ook niet normaal. Dus dat geeft echt een boost om door te gaan en alles te winnen. De Graafschap speelt nu tegen Roda JC of Almere City voor een plaats in de Eredivisie. De tegenstander wordt vanavond bekend. Ja, en die wedstrijd is donderdag en natuurlijk kunt u dat dan ook weer bij ons volgen.
Door verplaatsing van avond- en nachtvluchten van Schiphol naar Lelystad Airport krijgt Schiphol ruimte voor tienduizenden extra vluchten overdag. Avond- en nachtvluchten tellen namelijk extra zwaar in de berekening van de geluidsoverlast. En als die overlast naar beneden gaat, dan kan het aantal dagvluchten groeien. Een slimmigheidje van Schiphol, zeggen actievoerders tegen Lelystad. Zo ziet Lelystad Airport er nu uit. Vanaf 2020 moeten hier jaarlijks 10.000 vakantievluchten stijgen of landen. Leon Aardegeest is actievoerder tegen vliegveld Lelystad. Hij ontdekte eerder een fout in de berekeningen van de milieueffectrapportage. Nu denkt hij de dubbele agenda van Schiphol te hebben ontdekt. De opening van Lelystad creëert de ruimte voor veel meer groei op Schiphol. Om uit te leggen hoe dat kan, nemen we u mee in de wereld van vliegbewegingen en geluidsnormen. Schiphol mag vanaf 2021 niet meer geluid produceren dan dat het nu doet met 500.000 vliegbewegingen per jaar. Met de omwonenden van Schiphol is afgesproken dat als er stillere vliegtuigen gaan vliegen, dat dan 50% van de geluidswinst naar de groei van Schiphol mag en de andere 50% komt ten goede aan de rust van de omgeving. Dat is de 50-50 regel. Omdat avond- en nachtvluchten voor omwonenden heel vervelend zijn, worden die extra zwaar belast. Avondvluchten wegen 5 keer mee en nachtvluchten 10. Stel dat Schiphol 1 nachtvlucht naar Lelystad verplaatst, dan kunnen er na de 50-50-regel straks 5 extra dagvluchten vanaf Schiphol vertrekken. Mocht deze theorie praktijk worden, dan zullen er vooral in de zomer vanaf 6 uur 's ochtends vliegtuigen vanaf Lelystad vertrekken. Ik ben ervan overtuigd dat bijna niemand in de politiek de werkelijke plannen en scenario's heeft doorgehad en wat de werkelijke drijfveer is van het management van Schiphol. Komende dinsdag dan debatteert de Tweede Kamer met de minister over vliegveld Lelystad. De kruising in Barneveld, waar gisteravond een 14-jarig meisje om het leven kwam, is onoverzichtelijk. Dat vinden fietsers die veel van de weg gebruik maken. Het meisje werd aangereden door een motorrijder toen ze de stationsweg in Barneveld overstak. Ze gaan dan vaak niet over het fietspad, maar dwars de kruising over. En vooral nu ze met de tunnel bezig zijn, is het heel gevaarlijk, want je weet niet wanneer er wel of niet een auto aankomt. Het ongeval vond eind van de middag plaats. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. De stationsweg in Barneveld wordt op verschillende plekken opgeknapt. Zo wordt er een tunnel aangelegd en wijzigen door de werkzaamheden telkens de rijrichtingen. Door wegomleggingen is er wel minder verkeer, maar dat heeft ook gevaren. Dat is ook zo, maar het viel mij gisteren op toen ik zelf van Voorthuis naar Barneveld ging en toen gisteren tegen de middag weer terugging, tegen het eind van de middag, viel het me ook op dat je toch de neiging hebt om direct over te steken, want het is toch rustig. Maar je hoort auto's komen, er zijn wel auto's. Op de bewuste kruising is het dan ook een wirwar aan verkeersborden en paaltjes. Sommige verkeersborden ontnemen fietsers het zicht op aankomend verkeer, terwijl het zich toch al beperkt is door de bomen langs de weg. Ja, is gewoon goed opletten. Er wordt vaak snel gereden. Dus je moet gewoon, als je oversteekt, goed opletten. Let op het verkeer. Dat is belangrijk, dat is gevaarlijk. Volgens omwonenden zijn de werkzaamheden op de kruising juist bedoeld voor de aanleg van een rotonde. Die moet het kruispunt in de toekomst veiliger maken. Smartlappen die je tot in het diepst van je ziel raken. In Nijmegen was het, zoals altijd op Moederdag, de dag van het levenslied. De brandweer moest gisteravond naar het huis van bewaring in Arnhem-Zuid, nadat een gedetineerde brand in zijn cel had gesticht. De hulpdiensten werden met gejoel ontvangen, maar de brandweer kon ook al snel weer vertrekken. Het brandje bleef uiteindelijk beperkt. De gevolgen voor de gedetineerden zijn nog onduidelijk. Er werd vandaag niet alleen gevoetbald in Nijmegen, er werd ook gefietst. En hoe? Maar liefst 4500 recreatieve wielrenners reden de Ronde van Nijmegen. Ze reden door de stad en door het Nijmeegse achterland. En via een aantal pittige klimmetjes ging het ook nog naar Duitsland. Er kon 70, 120 of 160 kilometer worden gereden. Hele mooie route. Ja, voor herhaling vatbaar. Een mooie verjaardag vandaag in Burgers Zoo. Het safaripark van de dierentuin bestaat vandaag op de kop af 50 jaar.
Het werd destijds geopend als leeuwenpark. Vanwege de enorme ruimte voelden de dieren zich er direct thuis. Het park was ook populair bij het publiek omdat ze met de auto dichter bij de dieren konden komen dan ooit. In 1995 gingen de auto's eruit. Ze konden de dieren vanaf een grote brug in alle rust worden bekeken. En Whalen heeft geen potten kunnen breken in de finale van het Eurovisie Songfestival gisteravond in het Portugese Lissabon. De zanger uit Apeldoorn werd 18e met zijn nummer Outlaw in hem. Ondanks de lage klassering was hij wel tevreden over zijn optreden. Het was zijn tweede deelname aan het Songfestival. En na afloop liet Whalen weten dat hij zelfs een derde keer niet uitsluit. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Ze balen er flink van. Bij dierenpark De Paai in Beest zijn twee kostbare geelvleugelara's gestolen. Hun kooi is leeg en van de dieren is geen spoor meer te bekennen. Kijk, in deze kooi hebben we van de winter allemaal nieuw neergezet. Om ze mooiere, grotere kooien te geven. Nou, en hier zaten de geelvleugels in dan. Maar nu staat de kooi van het koppel geelvleugelara's dus leeg. Toen beheerder Roger van Leeuwen zaterdagochtend van het boodschappen doen terugkwam, had hij al snel door dat het helemaal mis was. Want toen hij wegging, zat alles nog op slot. En toen zagen wij dat de deur open was en de deur van het nachthok was ook open. En dus ik zeg tegen mijn vriendin, zitten de papegaaien binnen? Nee, binnen is leeg. Ik zei nou, buiten is het ook leeg. Ja, papegaaien weg. Een kooi verder zijn de ara's met de groene vleugels niet meegenomen. Het gestolen koppeltje is geringd en gechipt. En bovendien... Het zijn zeldzame vogels. Daar heb je een CITES-papier bij nodig. Een CITES-papier is het paspoort van de vogel. En de paspoorten heb ik nog binnen liggen. Waar de vogels zijn, Roger weet het niet. Maar geluk bij een ongeluk, in het kleine dierenpark is wel een kameeltje geboren. Een muziekfestival met muziek over het echte leven. Dat krijg je op de Dag van het Levenslied in Nijmegen. De hele middag en avond lang wordt daar gezongen over de mooie en de zware kanten van het bestaan. En dat levert een opvallend vrolijk feest op. Er wordt gedanst en gezongen in het Valkhofpark in Nijmegen. Deze feestvierders laten een beetje regen niet in de weg staan van een feestje. Het weer zit niet mee, maar het is wel lekker, gezellig. Ja. Het is de sfeer en het is de muziek en het is in het Nederlands. Ja, eigenlijk keren we anders op Moederdag. Hè? Dus, en zij vindt het ook heel erg leuk. Het is nog vroeg en de nacht is nog lang. Maar deze dames genieten nu al van elk moment. En dat is ook precies waar het levenslied over gaat. Morgen kan het zo voorbij zijn, hebben we zo vaak meegemaakt. Ze genieten van elke dag. En als wij zingen met elkaar, dan genieten we volop, met volle teugen. Met volle teugen genieten van de Dag van het Levenslied kan nog tot middernacht. Dan krijgt u van ons nog het weer. In Wageningen staat Jordi Bloem. Het was een weekend met twee gezichten. Gisteren was het nog mooi, vandaag viel het tegen. In alle vroegte een opklaring, maar voor de rest veel bewolking in Gelderland. Vanochtend al een plaatselijke regen- en onweersbui. En in de loop van de dag nog wat meer regen. En dat komt allemaal door een storing op de overgang tussen koele lucht in het westen en hele warme lucht in het oosten van Europa. Maar de warmte gaat het al snel weer winnen. En ook drogere lucht vanuit Duitsland en Polen gaat ons bereiken. Dus morgen is het opnieuw prachtig weer. Vanavond en deels vannacht hebben we nog met die storing te maken. Die lag vandaag boven Nederland, dus ook boven Gelderland. En vanuit Duitsland wordt er dan nog steeds een enkele bui aangevoerd. Verspreid met onweer. Komende nacht neemt de kans op onweer af. En vanuit het noordoosten wordt het uiteindelijk ook helemaal droog. En gaat het steeds meer opklaren. Wel kan er in de loop van de nacht tegen de ochtend ook wat nevel worden gevormd. Misschien ook een mistbank met weinig wind uit het noordoosten. Het koelt vannacht af tot ongeveer 12 graden.
Morgen dan prachtig weer, een en al zonneschijn, geen onweer, de hele dag droog, weinig of geen bewolking. En met een matige noordoostenwind, dus middags een vrij stevige wind, wordt het zeer warm voor de tijd van het jaar. Boven de zomerse 25 graden in heel Gelderland. Zo'n 26 graden in Zaltbommel en omgeving, tot misschien wel 28 graden in het Rijk van Nijmegen en ook in het zuiden van de Achterhoek. 'S Avonds neemt de wind weer wat af. Nou, dinsdag ook mooi weer in Gelderland. Veel ruimte voor de zon. Ook dan boven de norm van 18 graden. Het wordt 24 graden. En woensdag 18 graden. Het koelt af met meer bewolking en mogelijk een bui. Dit was het Gelders nieuws. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze app en op de site gld.nl. Zometeen is Gelderland Helpt er weer, waarin Sonja Booms vandaag op zoek gaat naar vrijwilligers voor het Openluchtmuseum. En in Op weg naar Zomer in Gelderland worden de dorpen voorgesteld die meedoen aan Zomer in Gelderland. En vandaag is de beurt aan Oosterhout. Ik wens u nog een fijne avond.